Ja, lieve vrienden, Karen en Roderick zijn met Rijka al onderweg en ik ben druk bezig. En ze blijft maar aan het filmpje sturen en foto's sturen, maar ik kan niet altijd kijken nu. Dolblij. Kijk eens, kijk eens. Hé, hey, Rijka, meisje. Oh, mijn katje. Ja, lieve vrienden, Karen en Roderick zijn met Rijka al onderweg en ik ben druk bezig. En ze blijft maar aan het filmpje sturen en foto's sturen, maar ik kan niet altijd kijken nu, want ik moet ook eeuwen eten geven, kandel, eten geven, mezelf eten geven, koffie, doe koffie, ja. En kandel is momenteel buiten. Ik hoop dat hij zo meteen binnen wilt komen, maar ik wens jullie ook natuurlijk welkom bij een gloednieuwe vlog weer van Corina en de beestenboel. Ja, en vandaag krijg ik dus een hondje erbij, een puppy, genaamd Rijka. En ja, ze zijn dus al onderweg, wat ik zei, en daar verheug ik me wel heel erg op. Ik ben heel erg blij. Maar er zijn toch ook andere dingen die je toch moet doen, zoals de beestjes eten geven. En daar ben ik dus nou druk mee bezig. En ja, de blokjes. En ik hoop dat ik kan wel binnen wil komen. En dan kan die ook eten krijgen, ja toch? Ik heb voor Rijka al water staan, die moet denk ik ook blokjes hebben. Ja, en in de auto kreeg ze ook allerlei al lekkere dingen, zag ik. En dus ja, dan moet ik die zak weer dicht krijgen. En dat gaat zo lekker mooi, makkelijk, maar niet heus. Er zit een ritje in, maar hij pakt hem niet iedere keer. Nee, hij is gewoon nog open, hè. Zo lastig. Ja, daar pakt hij hem. Ja. Nou, die kant. Nou, zo. Ik zal even kijken of Kandel er al is. Even gaan kijken. Kandel, eten man. Kom maar gauw. Goed zo. We moeten even een doos pakken uit de kast. Ja. Mijn bril is nog smerig. Ja, ik neem mijn stoel mee. Met mijn rem van mijn stoel. Oh, wat is dit lastig te openen, deze. Die rand is er niet goed in gedaan. Nee, maakt niet uit, hij is open. Zo. Ja, ze hebben toch ook honger. Het is toch logisch dat ze dan lastig zijn. Lekker genieten. Wat krijg je? Forel. Krijgen ze. Dus ja, forel. En deze komt bij toeval niet bij de dekenmarkt vandaan, maar bij de Homer, geloof ik. Ja, bij de Homer. Nou, eventjes. Door elkaar heen. Oh, ik had, normaal doe ik het in het pannetje, maar vergeet ik nou helemaal. Vergeet ik helemaal? Ik ben helemaal in de wolken. Ja. Ik ben verliefd op een klein meisje. Op vier pootjes. Ja. Zo een dotje. Oh, 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 oh. Nou. De helft gaat daar naartoe. Valt er nog wat op het aanrecht. Moet er ook weer af. Zo. Zo.
zo. Ja. Kom maar, kan dat? Ja. Kom maar. Goed zo, kerel. Ja. Zo, kun je die deur dicht. En dan kan Eeuwen op de grond in de keuken eten. Kijk, kijk eens, liefie. Goed zo. Ja, dan moet ik een afvalzakje hebben. Zo. Ja, ik haat mezelf alweer. Ik word doodgegooid met filmpjes, foto's en weet ik veel. Ja, ik ben niet zo bezig. Er zijn toch andere dingen wat toch voorgaat? Ja. Zo, leg ermee. Nou, vork omspoelen. Zo, dit keer nog weggegooid. En dan moet ik ook voor dat andere meisje even een bak met brokjes halen. Ja, en ik heb nog brokken van Frodo staan. Die had ik vroeger Frodo gekocht. Dus ja, dan doen we gewoon weer lekker vol. Even weer geloof ik wat. Zo, nou dan gaat deze bij de waterbak onder het aanrecht. Ja, hoppata. Nou ben ik zo nog aan de beurt. Waterkoker aan voor koffie. Zo. De broodjes lagen te ontdooien. Dus dat komt ook helemaal goed. Zo. Even mijn plankje. En ik zou zeggen, lieve vrienden, tot straks maar weer. En geniet van alles wat wij doen gaan. Ik zeg, tot later. En zoals jullie zien heb ik natuurlijk alles al netjes. Ik heb op de bank ook al een kleedje neergelegen voor Rijka. En de boom die staat opgetuigd, denk ik, ja, de zon schijnt, je gaat geen verlichting aan doen, doe ik sowieso niet. Ook vanavond niet, nee, morgen is het eerste advent en dan gaat het pas aan, eerder niet. Mijn bureau moet ik nog doen, hij moet ook nog leeg, maar ik heb hier twee tuigjes om Karin even mee aan de gang. Om te zien of dat bij Rijka past. En ik heb een kerststukje voor Karen en Roderick. En ja, deze ketting die ik jullie gisteren al liet zien, is ook voor hun. Dus ja, en ze zijn al dicht bij Den Helder. Ze zijn eigenlijk het bord Den Helder al gepasseerd. Dus ja, ik weet het even niet. We wachten geduldig af. Ja, ja. Lieve vrienden, daar komen ze aan. Dat ik ben, ja, dolblij. Echt wel. Ik ben dolblij. Kijk eens dan. Kijk eens dan. Hé, Rijka, meisje. Oh, mijn katje. Ach, neem even op. Oh, gosje. Neem me even op als je wilt. Oh, gosje. Oh, gosje. Hallo. Ja, even geduld. Mama die heeft even bezoek. Geduld, Mono. Oh, gosje, katje. Oh, lieve. Oh, mijn hoofdje. Oh, 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 oh. Hé, hey, meisje. Oh, gosje, jij bent een katje. Oh, lieve.
lieverd, ja, klim in me. Oh godje, oh mijn kindje. Oh mijn lieverd toch. Oh godje, wat een hoppie dopie. Dank jullie wel, lieverd. Wie is het eigenlijk? Weet ik niet. Oh. 0223 nummer. Ja, hallo. Ja, Mary. Hoi, Mary. Je bent hier, hoor. Ja, nou, hond, hond. Hondje. Ga je een keer hond zeggen, het is weg. Een puppy. Ze kraapt helemaal in me. Nou. Zo lief, zo lief. Oh, godje. Ja, oh, godje, godje, dikkie doosje. Hé? Hoe reageerde je gatten erop? Hè? Hoe reageert je gatten erop? Weet ik veel. Ik weet niet, Ewen die zit op de bank. Ewen. Laat het. Dat, mama, dat ei, dat komt wel. Ja, met de kat, hè. Dat ja, wel. Komt er zelf wel goed. Ja. Ja, en Kandolf die wou eigenlijk al naar buiten. Die liet ik expres op binnen. Maar die vliegt naar buiten, terwijl als hij een kiertje ziet. Dus die heeft nog niks door. Ah. Ja, een terriertje is het. Oh. Oh, godje. Ja, ze is net gebracht. Oh. Ja, en donderdag is ze gehaald door mijn dochter en mijn schoonzoon. Ja. Oh, ik word helemaal afgelikt hier al, joh. Hé? Leuk, hè? Ja, zo. Zullen wij eventjes die in die kattenhuis eventjes naar binnen halen? Maar dat... oh ja, Karin. Karin, wacht even. Dat kerststukje is voor jullie. Ja, mama, en... zometeen. Mama, okay. Mama, zometeen. Okay. Dat komt straks. Want u heeft ook nog even telefoon. En we halen even nog wat even uit de auto, zoals ook voor dat. Ja, is gek. Deze is voor haar even. Oh, kijk eens. Alsof je hier niet genoeg hebt. Hé, is ook een opname? Kom hier. Dan moet zij de top weg. Gaan wij eventjes op de uitleggen. Ewin. Ewin. Hij staat hem weg daar. Oeh, jij mag ruiken hoor. Nee, je ruikt het andere hondje en die is er niet meer. Nou, laat hem maar even strunnen. Nou, Ewin die loopt niet weg. Nou, oh, dat is... Ja. Eerst goed, schat, dankjewel. Oké, okay, doei doei. Rijka. Rijka. Ja, meisje. Rijka, daar. Oh, wat een schat hier. Ja, jij kan er allemaal nog tussen, maar... Rijka. Ja, dat is watertje. Goed zo. Daar heeft ze ook kinderen mee gemaakt. Wat een mooi beestje, hè. Oh, gosje toch, meisje. Oh, meisje toch. Eigenlijk moet die poef daar dan weg. En met oh, u wilt hem daar hebben? Ja, als het kan. Als het kan.
Ja, want Emma schrijft wel heel graag hier ook. Oh ja, dat mag niet. Nee, ja, waar moet ik het dan neerzetten? Komt goed, man. Komt allemaal wel goed. Oké. Kijk. Ja, ik ben nog aan het filmen, hier. Hoor. Mama, ik had hem eerst even hier even in gedacht. Even. Voor nu. Oh ja, dat kan ook. En het is een kattenhuisje. Maar nou wordt het voor Rijka, maar er moet ook even nog een kleedje in of zoiets. Ja. Wacht eens even, een vrouwtje heeft wel wat voor je, denk ik. Ja. En dan mis katje. En dan mijn lieve. En wat ons ook opvalt, man. Dat is dus dat, en dat ze ons al heel erg in de gaten houdt en met uitlaten, et cetera. Ja, tuurlijk. Maar zitten, en dat vindt ze nog een beetje moeilijk, dus dat zal ook zo meteen even nog een beetje raar wezen op uw scootmobiel. Booster. Kijk, ze keek op de tv. Ja, maar dat leuk. Doet ze ook al bij mij, want dat wij haar donderdag ophaalden en dat ik eigenlijk naar bed zou gaan. Ja? En ik nog op tv en was... Ik zei koekoek! Koekoek! Echt helemaal geen beeld meer voor mij. Geen visie. Ben je er blij mee? Ja, geweldig. Zo'n hoopje. Ja, ze loopt nog even te snuffelen natuurlijk, hè. Maar dat is logisch. Alles is nieuw weer. Ze ruikt vrolijk natuurlijk. Natuurlijk. Ja, die geur hangt nog gewoon in huis. Natuurlijk. Ja, kijk, hij moet de bank in de wasmachine doen. Nee, dat gaat niet. Nee. Oh, meisje. Jongen, lieverd. Zullen we eens even kijken? Ik schrijf het met haar hand. Ja. Kan die uit, mam, de telefoon? Ja, maar okay. Doe het voor, die kleine droog. Ja, nou, die gaat er gewoon lekker vanaf. Wat nou, oké, dan kun je ze beter zien. Ja, dat weet ik, Anno. Ik moet eerst even zien dit los te krijgen. En dat zal wel weer moeilijk gaan, maar dit is van dat hele mooie touw. Dat kan je bewaren, hè. Foei, mag er niet. Nee, nee. Pas op. Nee. Want jij wil overal maar goed zo achter neerzeggen. Niet nodig. Nee, is niet nodig. Ja, die heb ik even expres of zo gedaan. Die ja. Ik zo meteen even, geef maar. Yep. Vitamine, allemaal knoopjes. Ja, maar u kan het ook gewoon er zo van afhalen, maar. Nou, ik zal eerst even de lekkere dingen van Rijka eraf halen. Die wordt een heksenhand. Jezus, ik heb hier in de stad eentje zien lopen. Die had ook een neus. Maar het was niet een neus. Nee, het was een stukje boomstam. Oké. Ja, niet echt natuurlijk. Allemaal kunst. Hier, nog een hand. Ja, een kippenpoot is dat. Een kippenpootje. Ja. Geef maar even. En dat is dus lekker, want je moet hem lekker refloreren. Gewoon eventjes even de halen. En wat is dit? Ja, oh, dat is ook waar jij mee bent. Dat vindt ze geweldig. Kun je hiermee spelen. Ja, komt wel. Komt wel. Alsjeblieft. Oh, dan moet ik hier weer recht zitten, mijn rug. Moet u ook even zeggen wat en wat is, hè? Hoe en wat? Hoe bedoel je? Ja, dit is dat verrassingspakket dat ik... Ik had een verrassingspakket naar Karen en Roderick gestuurd. Dus dan krijg ik er eentje terug. Maar ze brengen het zelf in plaats van via de post. Zou ik ook gedaan hebben. Als ik een auto had gehad. Maar ja, die heb ik niet. Nee? Nee. Ik heb wel een scootmobiel. Maar ja, dan kan ik nou straks ook niet veel meer op hebben om die kleine meid meenemen. Dus ja. We merken het wel.
Want omdat ze nu aan ons is gewend, komt ze nu naar ons. En dat is wat je even af moet wenden vandaag. Is even lullig. Maar daar wens ze wel aan. Ze moet gewoon even mama nu willen. Hè? Nou, dat zeg ik net tegen Ro, omdat ze in principe anderhalve dag met ons mee is, getrokken. Ja. Wilt heel graag nu naar ons toe. Ja. Dat is hem wat hij dus nu moet gaan afwenden. Nu ja. Even niet. Nu even niet. Hoe moeilijk het ook is. Ruud, ga je dat wel? Nee. Nee, Ro, word je. Dat is wat je alleen maar doet. Zij dat wel? Ja hoor, maar... Nou, dat kon ik niet komen vervangen, want die vraagt zich niet af. Zij wel. Mag niet. En anders kan ik het ook de gesluit geven. Een doosje met, hoe heet je die dingen? Dentasticks. Dentasticks. Voor Rijka, dus dat vindt ze altijd lekker. Gaat in de kast, want ze heeft genoeg te kauwen. Op maar even daar. Nou, hoe krijgen we dit eraf? Nou, gewoon zo, maar. U krijgt ook wel een beeldmateriaal van mij, hoor. Nee, jij maakt het vroeg en ik maak het. Ja, dat weet ik, maar alsnog. Nou, ik scheur het kapot hoor. Ja hoor, dat doet u best maar. Scheur maar eens een keer, mag van mij. Scheur maar eens een keer, heerlijk toch? Scheur maar lekker. Wel lekker scheuren maar, kom. Ik heb mijn oorbel trouwens weer teruggevonden. Waar? Nou, we snappen er geen reet van. Echt niet. Ja, stel. Ik was van de week bezig mijn stoel schoon te maken. Dat vreemde alles. Ik zat op een eetstoel en ik had deze stoel op de kant leggen en wentelen om die wielen te doen. Ja. En ineens zie ik mijn oorbel weg. Ik denk, hè? Hoe kan dat nou? Ja. Dus waar het tussen heeft gezeten, ik weet het echt niet. Ik ben wel lekker aan het raken, maar wacht maar vandaag. Nou. Steun maar van raak maar. Maakt niet uit. Niet te moeilijk doen vandaag. Ruimt Roderick het zo weer op. Oh, maar Roderick. Nou, ik heb het ingepakt, want Roderick was te moe. Dus dan mag hij het opruimen. Dat vind ik zelf ook wel hoor. Nee hoor, mag hij dat erin? Je hebt geen twee lijntje handen. Niet, dat is jammer. Ik ga erin wat verdoor. Maar het is irritant aan dat nu alles hier in Helder, alles één richtingsverkeer wordt. Maar, ja. Is het ook. Want ze zijn dus nou hier nog bezig. Ja, heet hier gezien doen. Ja, want dat is gewoon automatisch. Nee, maar. Oké. Het is lekker makkelijk. Oh, gosje. U vergeet nog één. Ja, nou, ik heb maar twee paar handen. Eén paar handen. Hé! Nee, dat is een tegenkantbal. Ja? Nee, maar mam. Dat en dan is ze waars. Ja, maar de kandel wordt hier. Ja, dat weet ik wel, maar. Maar dan laat ze alleen zien en dat er een beweging is. Nog eentje? Geweldig. Ik zal even kijken of hij binnen wil. Nee, hij zit nou op de schutting, maar. Andere kant, schutting. En hij is al eraf. Maar dat moet ze wel begrijpen, dat kan. Ja, maar mama, dat komt wel. Mama, luister. Wat is dit dan? Mama, luister. Dit is haar eerste
keren dat ze hier is. Dus het is even allemaal nieuw. Nou, en dan vindt ze ook lekker om hem daar op te knagen. En dat is een bullenpees, toch? Ja. Ik zou bij hoog en belang niet weten waar je dat koopt. En het zal hartstikke duur wezen. Bij ons niet. Maar ik kan het u allemaal uitleggen waar u dat allemaal kan halen, man. Oké. Nog meer voor Rijka? Jeetje. En deze als laatst trouwens. Allemaal voor jou, hé, Rijka. Allemaal voor jou. Ja. Er ligt ook wel wat verstopt, geloof ik. Daaronder. Ja. Die hoort er ook bij. Die hoort er ook bij. Dat is het paspoortje. Paspoort van Rijka. Maar ik adviseer nog wel om dus bij de dierenarts gewoon even een Europese paspoort aan te schaffen. Dat kost €6,50 of zo. En dan even dit echt in principe over te laten zetten in dit Europese paspoort. Kijk, dat is het enigste wat je hoeft te doen. En ze weten dat dat niet mag. Heb ik haar namelijk al aangeleerd. Maar, oké. Okay. Nou, alleen het woordje en ze weet het. Hoi. Kleine. Rijka voor de kleine meid. Ik blijf er een vastje. Ja, dat maakt niet uit. Mam, geef niet. Kijk, ook daar. Allemaal voor de kleine meid. Jeetje Maria, het zit vol voor jou. Kijk eens, man. Kom maar. Ja, zie je. Ik geef het allemaal door aan jou, hoor, schat. Mag jij het er allemaal vanaf eigenlijk, hè? En jij ook. Je kan het zittend op je luie kont doen. Kijk eens, ze zit er echt wel lekker bij. Ze staat erbij. Die moet in de koelkast. Niet voor mij hoor, voor Rijka. Ja, ik moet uitkijken voor jou met je kleine pootjes. Ik krijg zo vaak al poezenpootjes eronder. Zet je wel even op. Want dat kan ook. Deze. Ietje. Ja, wat? Een Fippi pakket, ma. Jezus. Heet dit. Kanonnen. Dit heet dus een puppy pakket. Ik heb ook slaap. Oh ja, die moet ik ook nog pakken. Rijka. Ja, ik heb in de kast ook nog twee geworden. Die zijn gewassen, die zijn schoon. Daar zit geen vergeurde Frodo meer aan. Ja, dat kan nog wel, hoor. Ja, ze moet ook gewassen worden. Ja. En zitten we die dan maar even hier. En hij heeft nog meer van die, weet ik veel. Ik noem dat allemaal altijd leer. Lijkt op hard leer. Dit is konijnenoren. Konijnenoren, nou ja. Ik geef het je te doen. Ja, kijk man, het staat erop op konijnenoren.
En dan kan ik op zijn kop en dan kan ik niet lezen. Ja, zie je. Ro, laat. Ik moet dat dingen zelf ondervinden. Die heeft u. En ik word er niet voor gesponsord, mam. Maar deze heeft het dus van even onze lokale dierenvriend. René, onze bij Takkische Dierenvreugd. En van onze dieren speciaalzaak. Heeft u die en gekregen? Ik kan die man niet. Nee, dat maakt niet uit. Dat is dus een puppypakket, heet dit, man. Omdat we dus dat hebben gehaald, die Julius. En toen heb ik gezegd dat ik dus een puppypakket zou gaan fabriceren. Dus toen heeft hij dus dit voldoende erbij gehaald. Oké. Okay. Speciaal voor u dus. En voor Rijka. Nou ja, hij is toch puppy eten. Ja, maar dat is puur om eigenlijk ook gewoon even om aan te sterken. Ja. Omdat ze dus ook vanuit Roemenië en alles komt. Ja, dus ik heb nou ook al een pak met brokken. Ja, dat is ook prima, man. Dat is prima. Dat is ook goed. Yep. Nou, dan laten we dit even in de doosje. Ja. En een zak kool ervoor. Alsof ik niet genoeg heb. Ja, maar mam, het is altijd even handig. Omdat ze toch nog in principe wat weinig eet. Ja. Adviseer ik René dus ook om gewoon elke dag wel wat lekkers te geven. Ja. En dan ook gewoon puppybrokken gemengd met de normale brokken. Vraag me af of ze dat ook in Roemenië allemaal krijgen. Het is allemaal van de straat. Straat. Ja, maar als ze op worden gevangen. Weet ik niet, man. Weet ik niet. Ze zijn opgevangen, er worden ze ook eerst aangesterkt daar ook. Weet ik niet allemaal, man. Maar ik denk het wel. Als we deze hier een beetje goed kennen. Maar ja, want anders had ze de reis niet al geweest. Nee. Deze zak, ik had alle zakken al erin in mijn eigen ton. En ik pak deze zak en die kleurt kapot. Hè, sorry? Deze zak en die kleurt dus in één keer kapot uit mijn handen. Oké, ja. Dus alles lag kapot. Maar die is Pens. En die vindt ze helemaal lekker, Pens. Oké. Maar ja, jullie hebben nou ook dingen mee wat wij waar we om mee bezig zijn. Ja. Weet je, hoe ik hier vallen, onder. Ja, dat ja. En dat is de laatste. Ja. Zwaar is het niet, maar het is hoog. Ja, wat is dat? Deur open, maar. Help mama zo even om dat even af te halen, alsjeblieft. Ja, maar rustig aan, man. En daar word ik nog zo moe van, hè. Maar die doos? Nee, ik moet een stukje karton hebben voor in mijn mandje. Ja, maar mam, even rustig. Maar Rodi wil even met u helpen met dat even, met die stickies. Mam, even rustig. Want ik heb het er ook met even moeite en er omheen en gekregen namelijk. En dan is het even iets sterker. Kijk, mocht het knappen, dan heb ik liever dat het op mijn roze hand heen gaat, even lullig gezegd. Mam, zet het zo. Deze, mam, dat is het lekkerste aan deze. Er zit dus ook een rits aan vast. Ja, die kan wassen. Juist! En ze vond, wat doe jij nou? Oh, niks. Maar ze lag ook al zo lekker op die kussens bij mij. Oh, hier zit hij. Mam, ze dus ik denk, nou, haal ik ook een kussen voor je. Als je die krantenbak richting de televisie schuift. Dan kan die daar. Dan kan deze daar. Kijk eens op, alsjeblieft. Dan kun je ze daar ook wel lekker op. Dan kun je dus
die kluis. Hier al heb ik. Waar ze mee bezig is, deze. Hallo, anders wordt het wel heel vol, schat. Even gewoon daar. Kijk, want ik heb dit ook. Kijk. Allemaal. Precies. Schat. Mooi. Bent u er blij mee? Ja. Ik wel. Mooi. Zo, dan moeten we eerst eventjes die doos daar naartoe. Ja, ik ben er heel erg blij mee. En dan zeg ik, dikke kus. Roderick. Denk om mijn klok. Ja. Dankjewel, man. Oh ja, nee, nog eentje. Nog één. Oeh, dat mag. Ja, dat mag niet. Ja. Nog één. Ja. Wow. Nog één. Ja. De laatste. Dat ook nog even doen hier. Moet toch even ook. Ja, die had jij op hart gelegen. Ja, dat klopt. Ja. Ik zag hem ineens weer leggen. Want... Ja, dat gaat niet. Ja, ik weet wat je wil, maar daar komt allemaal ook vanzelf achter. Oh, wauw. U weet voor wat dat is? Niet aaien. Moet dat eraf kloppen? Ja, klopt. Helemaal correct. Dat is allemaal klittenband, man. Ja, dat weet ik. Maar je moet het wel willen. Hij wil niet eens die blijven leggen. Kijk. Ik heb het kussen klaar. Ja. Even zien hoor, moet ik even kijken. Ach, goh. Ja, zo. Ja. Oh, ik moet hem wel recht doen. Ja. Eén. Heerlijk beestje. Ah, ja. Snap je nou waarom wij deze hebben gehaald? Mam? Hoe bedoel je? Nou, deze tuig. Weet ik niet. Nu, als mensen haar leuk vinden, is wel... wat staat er? Ja. En dat staat dus niet daarop. Nee. Mooi. Maar dat en in deze kan ze nog verder groeien. Okay. Deze is verstelbaar. Nou ja, en die zijn te groot. Die kun je ook kleiner maken. Die zijn nu te groot. Ja, nu wel. Dus, want ik was al bezig, maar het ging zo strak allemaal. Ik denk, Karin, maar en kijk, schat, je kan ook deze nog afstellen. Ja. Deze zit nog bij haar een beetje te ruim. Deze kan u ook helemaal afstellen als het wat groter is. Kijk, nu. Ja. Deze zat dus hier net. Mm-hmm. Dit zat dus daar. Dus nu gaat hij er ook niet mee. Nee, ik heb die doos nodig. Zo, u bent er blij mee? Ja! Ik heb die doos weer nodig voor. Nou, wat denk je? Hoe ik het in de kast moet zetten? Ik heb die hele kast leeggehaald. Ik kan het nou wel weer doen. Genonne. Nou, en dit is dus voor even dat puppy voor me. Dit. Maatbekertje. Oh, en hoeveel mag ze dan hebben? Eerst eventjes en de eerste 2 dagen even. 150. Ja, en dan. En dan kan u hem opvoeren naar 200 en dan 250. Okay. En de eerste, hè? En dit is ook puppy voor je? Ja, dat is ook gewoon puppy voor. Maar ik begin eerst gewoon met het doosje. Want. Nou, mijn kleine meid is lekker aan het smikkelen, hè? Ja.
Hé, dat is lekker. Want het bakje schuift natuurlijk kilometers weg, maar dan loopt ze er maar achterna hoor. Kan er ook niks aan doen. Ze heeft daar een bakje met puppy voor. En een bak met water, dat zijn de oude bakken van Frodo. Maar ze wil puppyvoer ook niet eens. Nee, ze heeft het nog een heel klein beetje nat voor gehad. Want ja, komt allemaal wel goed, hè. En ze heeft er eerst een tik af van mij gehad, want de dame die stond bovenop mijn salontafel. Ja, nou, dan heb je aan mij een verkeerde. Dat mag ze niet doen. Hé, Rijka? Klein ondeugend meisje ben je, ja. Hm? Ja, en Gandalf die is bang van het, die vliegt weg. Eeuwen die heeft wel even, die was niet 1, 2, 3 bang, maar ze zit wel boven. Ze komt niet naar beneden. Nee. Ik heb eten voor haar gemaakt, maar ze komt niet beneden. Gandalf die zit uiteindelijk gelukkig in de hal te eten. Maar het is een klein lekker hopendopie. Maar ja, ze heeft nog een hoop te leren, hè. Ja, ik ben blij dat ze zindelijk is. Dus ja, ik ga zo meteen ook eventjes met haar aan de wandel. Even met mijn rollator, even weer een plasje en een poepie doen. Hé, wijfje, jij, oei, ja, ja, ja. Oei, ja, 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 waar ga je naartoe dan? Ja, en ik heb mijn kerstboom maar aangedaan. Karin die zei, doe maar gewoon aan hoor. Want ik zei ook vanwege mijn stroom, maar ze zei, doe maar gewoon aan. Hé, you know? Ja. Is ze niet lief? Heeft ze niet een mooie koppie? Ja, hè? Ja. Hé, Rijka. Nou, en ze kan blaffen. Dat heeft ze laten horen bij mijn broer en schoonzus. Daar zijn we ook even geweest. En ze kan blaffen, ja. Dus, ja, in een flat ziet ze natuurlijk niks. Voorbij lopen of wat dan ook. En nou staat de bank met de rugleuning richting de keuken. Dus dat ziet ze nou ook gelukkig niet. Maar als hij daar weer staat, Andrea, ja, dan ziet ze het allemaal weer. Hé, Rijka, dametje. En dan kunnen we met één hand optillen. Dus ja, hoe mooi is dat? Hé, wijfie, jij. Jij, meisje. Oh, godje. Maar oké, lieve vrienden, ik ga weer verder aan de gang. Ik heb mijn bureau anders in kunnen richten. Ook dit heb ik van Karen en Roderick gehad, die ijsbeertjes. Dat zat ook in mijn verrassingspakket. Dus ja, helemaal geweldig. Ik moet een nieuw lijstje hebben. Zo'n hartje. Ja, want deze viel op de grond. En dat komt door die punt. Dus ik wil eigenlijk een hartje hebben die toch van de onderkant vlak is. Want ja, hij is wankel. Dat valt zomaar om, weet je. Ik wil gewoon iets met een engeltje erbij, ja. Dus ja, wie kan mij vertellen waar ik dat vinden kan? Ja, ja. Dus ja, ik ga weer even opschieten. Ook dit is anders dan ik gewend ben. Want ik heb ander geluidsapparatuur gekregen van mijn dierbare dochter en schoonzoon. Ja, dat is dat spiekertje. En die daar hangt. En die daar hangt. En daarachter die engel hangt. En gaan we naar die kant toe, die daar hangt, die daar staat, die twee, dat ding dat daar staat, en die daar staat, hoort er allemaal bij, ja.
Dus ja, enkel dat snoerentroep ben ik eigenlijk niet zo blij mee. Want ja, mijn huishoudelijke zorg, die zal ook wel denken, wat is dit nou weer? Weg met die troep. Ja, zo denk ik er ook over. Maar ja, komt goed. Daar heb ik wel weer... daar moet even eentje bij, weet ik veel, die dat even... Het had opgehangen kunnen worden aan haken achter het bureau. Want we zijn er tegen om dat bij elkaar te binden. Nou, want dat is brandgevaarlijk. Nou, het heb altijd nog in elkaar gehangen bij mij. En ik heb nog nooit geen brand gehad. Nee, maar ja, doet er niet toe. Wie ben ik? Kan ook zomaar wel gebeuren, je weet het maar nooit. Als er iemand een oplossing weet om die kabels weg te werken. Mijn man die bond ze allemaal bij elkaar gewoon met een vuilniszakkenbindertje. En die hing dat op aan de muur of aan de achterkant van het bureau. Dus als je er eentje weet hoe je dat het beste op kan lossen. Die meldt zich maar aan en ja, als die al dichtbij woont, kan die iets voor me doen. Misschien voor een bakje koffie en een mee eten, kan altijd. Ja. Dus kom er maar en roep er maar en geef me een hint of wat dan ook. Ja, vertel het mij. Dan ben ik weer blij. Dus ja, lieve vrienden, tot later. Die slaapt. Hoe lief. Ja, lieve vrienden, we zijn eventjes weer in de keuken aanbeland, omdat het natuurlijk anders te donker is. En dit is mijn kleine krummeltje. Ja, Reika genaamd. R-E-I-K-A. Hé? Ja. Kleine meid, die is zo lief, hè. Oh, gosje, maar ze heeft ook al iets stouts gedaan, hoor je zeker. Ze stond bovenop de salontafel. Ja, kan je nagaan. Ze kan wel al hoog springen, maar ze kan nog geen trap lopen. Hé? Mooie meisje. Nou, vinden jullie haar niet lief? Ja, hè. Het is een schatje. Ja, echt. Hé? Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie avond. Eeuwen die is wel heel even schuchter beneden geweest, maar ze is naar boven gegaan. Kandel is heel even beneden geweest, maar die is ook weer naar boven gegaan. Ik ben blij dat die in ieder geval wel binnen is. Ik ga met haar straks nog lekker even lopen. En vanavond nog lekker even weer in de tuin. En dan zien we het wel weer. Hè. Ja, hoe we de nacht doorbrengen. Maar oké, lieve vrienden, geniet van jullie avond en ik zou zeggen welterusten voor later. Gezond weer op en misschien tot aan de andere kant voor de nacht. Doei doei!